Ja, maar jij bent van ontspanning brengen. Ook af en toe de spanning als het nodig is. Maar deze ontspanning komt vanzelf hier. Hè? Ja, maar je moet je niet gans op je kop scheiden. Want het zijn grote keutels, hoor. Ja, in de bus. Dit soort feesten. Ja, dat zou zomaar weer kunnen gebeuren over een week, Henk. Ja, mooi, jongen. Ik hou er wel van. Jawel, hoor. Jawel. Dan kom ik even niet thuis een paar dagen. De mensen zijn hier speciaal. Ik kan het ook niet echt. Ik moest kijken, man. Dat is niet normaal. Daar komen ze dan mee. En dat gaat door. Daar staat hij weer. Maar het begon op een viaduct. Dat wij s'nachts naar huis gingen. Werden we door een auto opgehouden. We dachten, wat voor gek is dat? Dan moesten we heel langzaam rijden. En in één keer staat er, it's showtime. En dan staat hij. Toen wisten wij natuurlijk, wat een gekke. Maar dat was dit. Dat is al weken terug, jongen. Mooi, hè? Ja, geweldig. Nou, ik moet zeggen, ik zie me nu op televisie. Maar ik zie er al uit of ben ik later zat. Maar ik heb niet zoveel geslapen. En ik heb dat spul over mijn kop gehad. Maar ik ga er wel wat biertjes in gooien. En misschien ik ben nu een beetje vermoeid, maar dat is misschien de leeftijd. Dan zal het ook wel weer weggaan. Maar ik denk dat ik vanavond het gebit over dwars heb, hoor. Ja, het is wel een vast gebit, hoor. Maar ja, dat zit over dwars. Top, jongens. Hartstikke bedankt daar ook, hè. Doei, doei. Doei, doei. Ik moet daarin kijken. Doei, doei. En hoe lekker is die eerste thuiswedstrijd? Feyenoord. Ja, dat is een makkie. Ja, je ziet er wel eens oververhit uit. Bij de promotie was het erger trouwens. Ja, maar toen had ik allemaal bier over mijn kop en in de ogen. Dat was smoor besopen, man. Ja, dat prikte. Ik zat net even met je spits te praten. Serraris, mooie gozer. Maakt zijn debuut in de Eredivisie. Ja, je begint al te lachen. Fabian, ik noem altijd dat patte wortel. En ja, dat is een artiest. En die komt later nooit weer op een voetbalveld. Die gaat in de gezondheidszorg met gehandicapte mensen. En daar gaat hij werken, denk ik. Als ik hem zo zie, of hij wordt kunstenaar. Maar hij is zo'n fantastische man voor een trainer. Ik kan hem ook echt op zijn flikker zitten. Dat is hij heel heerlijk. Maar op andere momenten moet je hem lekker heen vastpakken, man. Heerlijk, jongen. Leuke gast, man. Ja. Heel knap van mijn ploeg, hoor. En ook van mijn supporters. Want het was vandaag weer even ouderwets hier. Dat is belangrijk, hè? Ja, daar ben ik trainer voor de supporters. En ja, dan breek je het je zo vaak bij de handen om af. En dan is het Fries of is het Nederlands bij de handen om af? Het zou wel Fries zijn, maar dat vind ik zo verschrikkelijk. Dik verdiende overwinning voor PSV natuurlijk. Gefeliciteerd met het record, jongen. Ik had graag van je afgenomen, maar het is wel terecht. Ik moet zeggen, 4 jaar terug zat hij bij me in de klas. En toen mocht ik voor de klas staan, zat hij met de hele groep in de klas. Je doet het aardig, jongen. Gefeliciteerd. Dank je wel. Bij ADO hebben ze er een lopen. El Kayati is bijna bij alles betrokken wat gevaarlijk is bij ADO. Ja, als je die afstopt, dan stop je ADO af, denk ik dan. Hè? Heb je ook zo gepraat met je spelers? Nee, maar ja, ADO is meer dan hij. Hè? En natuurlijk hebben we daar iets op losgelaten. Alleen, ja, hij wijkt ook uit naar de zijkanten. En moet je dan helemaal mee, heb je alles uit balans. Dus dan moet je ook in overnames komen. Ja, en natuurlijk, hij is hartstikke belangrijk hier. En volgende week moeten we uit naar Ajax. Dan hebben we 11 El Kayatis. Ja, dan moet ik ook alles aanpassen. Dus laten we hem alsjeblieft gewoon doen en lekker weer zien dat we aan het voetballen komen. En daar hebben we straks plukken we de vruchten van. Ik heb in ieder geval wel gezegd dat we hier het veld op komen. Als we met de bus aankomen, dat we niet allemaal gaan staan te filmen. Hoe mooi het hier is, want dan kunnen we op schoolreisje gaan naar Madurodam. Ja, en dat wil je niet, maar toch, het doet wat. Ja, doet wat, maar dan gaan we maar een keer wedstrijd kijken. Maken we dan een filmpje? Nee, jongen, ik vind trainingskampen sowieso mooi. Dat zijn wel dingen, ja, daar kan je iets creëren. Je gaat trainen, je gaat voetballen. Maar je creëert ook andere dingen. En dat weten jullie ook van mij. Dus daar hoort ook helemaal geen voetbal bij. Ze hoeven niet stiekem bij de regenpijpen naar beneden. Want die kans krijgen ze sowieso wel. En dat hebben wij ook nodig hier. Hè? Doe dat niet mee, want deze Fries die weet niet eens wat carnaval is. Ik moet s'avonds even naar collega's voor jullie toe. Dus ik moet me niet smiddags een biertje drinken. Zo. Ik ga lekker even naar mijn huisje hier. Maar ik vind wel dat die jongens en de mensen hier, dit zijn echte carnavalvier. Dat kennen wij niet. Gisteren waren er ook een paar bij de training. Nou, ik denk die heeft een klap met de mailzak gehad of zo. Maar ja, dat hoort er dan even bij deze dag. Maar dat is voor mij nieuw. Over jou persoonlijk. Je bent heel open geweest in een interview met de Graafschap TV. Je hebt verteld over, ik twijfel over contractverlenging. Want mijn echtgenote is niet helemaal fit, is ziek. En ik moet daar rekening mee houden. Nou hebben de supporters gereageerd met allerlei opties. Ze willen jou 1 of 2 dagen vrijgeven. Ze willen zelfs het team in Drachten laten trainen. Wat doet dat met je, die reactie? Ja, het is geweldig. Maar met Diane komt alles weer goed. Hij heeft even zijn tijd nodig. Laat dat duidelijk zijn. Alleen het spel van maar die supporters van ons. Ja, ik zeg dat ik ben trainer van een niet normale club. En dat speelt natuurlijk wel heel erg bij ons. En daar wil ik het eigenlijk nu beladen. Want het gaat nu om punten pakken hier. Hè. Maar wat ik altijd zeg. Dit is, we doen het met z'n allen bij de Graafschap. En dat hebben we erin. En daar ben ik trots op. En dat de mensen dat doen. Ja, dat bezorg je natuurlijk wel kippenvel. Ik kijk met opzet niet alles. Want dat kan niet.